mensen en welkom bij een nieuwe vlog hier op de Patrick Eijs. Zou denken, potverdikke, waar is die nou weer? We hebben een reis van dik 4 uur erop zitten met pauzes erbij berekend. En we zijn dit weekend terug op de plaats waar het 2 jaar geleden fantastisch was en leuk was. Ook in hetzelfde hotel. We zijn namelijk in Luxemburg dit weekend met een groepje van, even kijken, 7 man. En gaan we hier de kermis in Luxemburg meemaken. Ik vond het leuk om hier een vlog te maken. Gaan we even doen. Zal veel rondom de kermis zelf zijn. Want er komt ook een review van deze kermis. Maar toch, het zal spectaculair worden. Goed, we staan op de hotelkamer. Ik deel deze hotelkamer samen met iemand die je zo meteen waarschijnlijk gaat zien. En we hebben hier een tweepersoonsbed. Bedden netjes aan elkaar. Ja, we vertrouwen elkaar wel, maar het is toch voor de goede orde. Het is natuurlijk een andere man. Ja, daar ga je niet met z'n tweeën in één bed liggen. Goed, dit is allemaal teringzooi die ik meegenomen heb. We gaan nog een podcastje opnemen. Daar is deze tas helemaal voor. Daarachter de tas met allemaal spullen erin. Camera-spullen. Jasje voor vanavond natuurlijk. Nou goed, bedje 2. Er zijn al wat spullen binnengekomen, zie ik al. Nou, daar hebben we een kast. Hier hebben we een bureau. Waar we vanavond bij de buurman... Een podcast gaan opnemen. Tenminste, dat is de bedoeling, dat hopen we. We hebben een spiegel. Hoi mensen. En hebben we hier een kast. Poef. En dan hebben we hier, als je deze deur opentrekt, heb je de badkamer. Met een wastafel. Netjes glazen erbij. Waar je dus lekker je mondje kan spoelen. Lekker zeepsopje. Voor de vrouwkes, maandverband. Wat is dat eigenlijk? Oh nee, zakjes volgens mij of zo. Nee, oh papier. Ik dacht dat maat van wat voor mensen. Handdoek hangen netjes op en de telefoon. Even telefoneren. Hallo? Gejande grap mensen, met iemand van iemand die je zometeen ziet. Het is een föhn mensen, dat is wel heel interessant. En dan de wc, waar we net al lekker eventjes op gepiest hebben, zou ik maar zeggen. Nou, een mooie douche. Ja, en hier in dit hotel... waren wij dus 2 jaar geleden ook, Kelvin en ik samen. Ja, en dat beviel ons zo goed dat ik zei van ja, we moeten dit hotel gewoon weer pakken. We blijven 1 nacht hier slapen. En dat wordt als ik zelf. Televisie is er ook nog mensen, kijk. Dus nou, dat wordt zeer leuk. We gaan eventjes een rondje lopen. Gaan we eens even kijken wie er nog meer allemaal zijn en zo. Dus dat wordt fantastisch natuurlijk. Wij hebben dus zelf kamernummer 102. 103, die is ook voor ons. Even kijken wie dat is. Kom weg met die camera, joh. Hallo. Met die camera. Jullie spelen met mij. Ik ga eventjes kijken. Ik wil even kijken wie hier is. Hoi. Hallo. Kijk eens, het is Raymond. Hoe is het, Raymond? Ja, tot net toe was het vrij goed. Ik zit hier op mijn gemak in een of ander natuurprogramma te kijken waar ik een zak van versta. Dat is wel mooi om te zien. Dan ga je mij weer vervelen. Nou goed. Raymond zit dus bij, die heeft een kamer helemaal alleen. Hier gaan we vanavond de podcast opnemen, hè Raymond? Ja. Daar aan de broken. Nee, niet daar zo. Nee, aan de broken. Ja. Ja. Nou goed, Raymond is er dus bij. Ga even kijken wie er nog meer bij is. Raymond, dankjewel hè. Dat was het hoor. Ja, oké. Okay, bedankt. Yo. Trek ze. Yo. Natuurfilms mensen, je snapt het allemaal wel. En dan gaan we even hier, 104 gaan we even in. Kijk eens. Hier, godverdikke. Wie is dat nou weer, mensen? Hè? Smalle vent uit Weert. Hé! Hey, het trainingspakje aan? Altijd. Kijk, dat is toch fantastisch, mensen? Speciaal voor Kelvin, ja. Hè? Die hebben echt een fantastische kamer. Kijk, mensen, want als ik nou even als bouwvakker eventjes wat paar dingetjes mag laten zien. Nou, dat dus bijvoorbeeld. Het zit allemaal los natuurlijk. En kijk, dit is al prachtig afgewerkt. Het oude behang zit er nog aan. Fantastisch, hebben ze gewoon zo afgesneden. Dit ziet er goed uit. Ik ruik hier ook het een en het ander. Ik ben weer weg, hè, mensen. Voor mij. Ja, Nelis heeft liggen schijten. Ja, en Niels, hè, mensen. Dat is die dobbelsteen, die staat midden op de breakdance altijd. Dobbelsteen. Ja, nou niet. Oh, kijk, daar hebben we er nog een. Ja, nog een aap. Goeie reis, schat. Hè? Huh? Goeie reis, schat. Perfect. Hebben we er zin in? Ja. Hebben wij nou een, want jij was er vorige keer ook bij, iets andere kamer of zo? Nee. Ja? Nee. Was dat vorige keer ook zo klein? Die kant is alles gewoon hetzelfde. En aan deze kant ook, alleen het tegenovergestelde. Dan. Uit herinnering leek het, ik zit hier helemaal niet. Als jij ook hem filmt, weet je. Het leek mij een beetje wat kleiner. Okay. Nee. Okay. Nou, dan hoor je op de achtergrond nog iemand.
Die komt hier. Hallo. Die komt hier. Dat is mijn kamer genoeg, mensen. Ja. Wordt ook zo even besloten? Ja, nee, dat is helemaal niet besloten. Stop dan vast. Kom. Wij hebben 102, hè? 102 FM. Oh, sorry. Maar is Mando even een momentje voor zichzelf aan het pakken? Nou, op zijn kamer? Ja, dat ben ik net geweest. Hij was natuursfilms aan het kijken. Ja, dat gaat ook. Zeer spectaculair. Goed, ik ga terug naar wat. Dit is wel genoeg, hè? We gaan de. Ja, we gaan kermis. Vind je het leuk een beetje vloggen, hè? Hm? Beetje vloggen? Nee, daar vind ik niks aan. Vind je niet leuk? Nee, vind ik niet leuk. Waarom niet? Nee, ongemakkelijk. Oh, okay. Maar ik ga naar mijn kamer, want ik ben het buis. Oh, jij hebt ook een kamer. Laten we ons ook even kijken bij jouw kamer dan. Nee, niemand gaat in mijn kamer kijken. Want er komt er zo meteen nog een bij. Die is nu onderweg. Die zit daar nog op de Belse snelweg. Nou, ik hoop niet dat hij vanavond een rug afhaalt. Ik hoop ook nog eens bij, maar die. Hij komt in een ander soort pakje. Oh ja! In een politiepakje. Nou, ja. Ik hoop het niet. Oh. Mensen. Nou, dit is een spectaculair. Nou, dus we hebben mooie kamers bij elkaar. Ja, dus 104, 105, 102, 103. 105 niet zie ik net. Nou mensen, we staan dus nu even buiten en ik ga even laten zien hoe dit hier allemaal eruit ziet. Want dat is wel grappig en dat vinden mensen wel leuk natuurlijk om eventjes te zien. Want kijk, als je nou hier heb je ons hotel. Moment, dat ga ik even laten zien hoor. Kijk, dit is het hotel. Kevin die denkt nu te weten wat ik ga filmen. Nou, dat klopt ook wel. Kijk, hier heb je ons hotel. Dan heb je daar allemaal uitgaansgebiedjes. Ik kan lekker een biertje drinken en zo. Nog andere hotelletjes. Dan heb je daar in de verte heb je... Oh, mensen, moet die wel scherp stellen. Daar heb je het station. Maar dan heb je hier ook, en dat vinden de mensen wel leuk om te zien, kijk, daar, waar Kelvin nou loopt, en waar ik nu op de gevel sta te filmen, de nachtclub. En Kevin, wat kan je daar bij de nachtclub allemaal zien en doen en noem het maar op? Natuurlijke dingetjes, 18 plus. Dat is dus die natuurfilm waar net Raymond op zijn kamer naar aan het kijken was. Dat was, natuurfilmpjes, kan je daar. Daar, natuurfilmpjes. Myron, dat is onze reisleider, mensen. Die staat daar, ja. Ziet er goed uit. Ja, fantastisch. Nou, wij gaan nu op weg naar de kermis. En het leuke is, Kevin. Ja. Wij kunnen dat doen te voet. Ja, we gaan ook lopen. Oh, we gaan ook lopen, maar je kan het ook doen. Hoe met het openbaar vervoer. Ja, want misschien dat we dat ook nog doen. Ja, want het openbaar vervoer zie je gewoon. We blijven Nederlanders. Ja. Oh, de reisleider zegt te pakken openbaar vervoer. Ja, oh. Nou, ik maakt mij niet uit, goed. Maar buiten het openbaar vervoer pakt de reisleider misschien... Ja, laat maar zeggen. Ja, het openbaar vervoer is dus... het openbaar vervoer is hier dus in het weekend gratis. Door de week geloof ik niet, als ik het dat goed weet heb. Dat weet ik ook niet. Maar goed, in ieder geval dus in het weekend wel. Dus we zouden ook met het openbaar vervoer kunnen gaan. Wil je niet zo crimineel in beeld komen, alsjeblieft? Dankjewel, Kevin. Oh, sorry, man. Hey, wij lopen nu door Luxemburg, mensen. En we komen in één keer iets heel geks tegen. En ik heb net vernomen van de redactie dat deze attracties, zoals die hier... Nou, ja. Ik wou net zeggen, ik ben niet echt een attractie. Hoor. Nee, nou goed mensen, voor de dames, hele attractie. Ja, zeker. Maar die draaien hier allemaal gratis, heb ik me vernomen. En hoe dat komt, het is een of andere feestspecerij. Dat je feestspecerij? Het is iets van feest, wat is dat? Ja? Alles voor. Jij bedoelt dat dat de mensen er gratis in zijn? Ja. Oh ja, want de andere zaken draaien ook gratis. Tenminste, ze hoeven niet te betalen. Ja, geen die staan her en der. Staan die, oh, juist. Geen pachtgeld, inderdaad. Maar goed, die zaken staan dus gratis. En inderdaad, wat Raymond zegt, klopt. De kermis zelf. Daar hoeven de attracties geen pachtprijs te betalen. Maar goed, dan hopen we dat we dat ook terugzien. En geen transportkosten, die zijn ook betaald, mensen. Hopen we dat we dat terugzien in de ritprijzen. Ik wou nog een scoop geven naar de review. Dankjewel, Raymond en Myron. Dat gaat al niet meer. Doei. Tot de volgende shop, mensen. Nou, ik moet wel zeggen... Het ziet er allemaal weer mooi uit. Nee, ik zet de review er niet later op. Want nee, die vlog komt later. Nou, goed, mensen. Dat wou ik zeggen. Ja, dat wilde ik gaan zeggen. Ik vind het fantastisch weer, mensen. Die gebouwen hier zien er allemaal fantastisch goed uit. Myron, jij bent hier nog nooit geweest, denk ik, hè? Nee. En die zei al heel terecht dat er hier heel veel speciale auto's rijden. Duurdere auto's. En ja, dat is ook Luxemburg. Luxemburg is wat dat betreft best wel een rijk... En daar kunnen we over discussiëren. Land. Ja, luxe land. Luxemburg mensen, ja.
Dat is een goeie grap. So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! Supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Picture.nl mensen. Ik ga even kijken naar Raymond en Niels. Oh, dan gaan al die plaatsen over de leeuw. Zet maar in. Allez, allez, c'est parti. On passe à l'attaque. Alors, on y va. Plus vite. Et bonjour. On accélère. Wij zullen zo meteen eens even gaan vragen wat ze ervan vonden van deze Flying Curve. Ik vind het in ieder geval lijkt een shit. En ik probeer hem ook van het weekend nog eventjes te pakken, mensen. Kijk, de on-ride experience. Ja! Bij de Byron Curve, jongens, kom aan! Als het mijn attractie zou zijn, dan was de Myron Curve. Maar dan ging hij twee keer te snel. Ja! Maximaal, jongens! Oh nee. We zijn acceleratie. Ja, 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 daar komt hij nu. Ja. Vol gas. Allee, ze gaan
Waar staan we eigenlijk? Nieuwe vlog. Hallo mensen, we hebben net gegeten. En ben je nou aan het vloggen? Ja, ik ben vloggen. Dat was lekker natuurlijk. Wat heb jij gegeten, Raymond? Ik had vis en chips. Ja, dat is natuurlijk vis met friet, mensen. Ja. Ja. En wat had jij, Kevin? Jack and Jones. Wat had ik ook alweer? Dubbele hamburger. Hamburger. Zonder joekel. Oké. Ja, ik had, wat had ik eigenlijk? Schnitzel met friet. Champignon roomsaus. En champignon roomsaus. Dat was een goede grote schnitzel. En een biertje, hè? En een biertje of twee, drie, vier. Ja, ik weet niet meer hoeveel. Dat is te zien, ja. Ja, yeah. Oh, is en een shotje? Ik geef even aan wat de Kelvin had, mensen. Kelvin wilde natuurlijk ook even wel. Wat had jij, Kelvin? Hij wil niet, hoor ik net, mensen. Al hoor ik net als shit. Is gewillig. Wat? Hallo? Ja? Wat wou je zeggen? Nee, niks. Je wil wel zeggen. Nee, ik ben camera's. Ja. Nou, Kevin, we gaan zo meteen even naar de jongens. Tenminste, de jongens. De jongens? De mannen, die zitten in de Alpina Olympia Looping. Met de volle pens, Niels Dobbelsteen en Robben en Myron. Myron. Ja. Myron. Dus we wachten even op en dan gaan we even terug naar de studio. Hotel. Hotel. Studio. Ja. Imbisch. Wat? Imbisch? Imbisch. Wat is het? Indisch. Indisch eten. Nou, we gaan zo meteen dus Indisch eten. En dan neem ik het even over, want het was natuurlijk nog niet het einde van het weekend in Luxemburg. Maar er gebeurde nog veel meer. Alleen dat is buiten de camera gebleven. Dat is misschien maar beter ook, moet ik eerlijk zeggen hoor mensen. Dat misschien maar beter ook is. Ja, en ja, buiten om die dingen wat beter niet in de video is gekomen. Ja, waren er eigenlijk niet zo heel veel spectaculaire dingen. Nadat we nog een podcast opgenomen hebben, zijn we de nacht ingegaan. De volgende dag hebben we ontbeten, de spullen ingepakt en weer terug naar onze eigen plek in Nederland vertrokken. Mag ik vanaf deze plaats even iedereen bedanken? Dan denk ik aan Kelvin, Myron, Robben. Ik denk aan Niels, Kevin, maar ook Raymond natuurlijk. En onze reisleider mensen van deze fantastische trip, Myron. Mag ik jullie bedanken voor de hele gezellige periode hier in Luxemburg. En hopelijk kunnen we dat volgend jaar weer opnieuw doen. Jullie dank voor het kijken mensen en tot de volgende keer.